Een goede avond, daar zijn we weer met u kijkt of luistert naar de komende vijf kwartier naar Goolse Kringen. Het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gerard de Groot en mij, Harry van de Ven. Onze eerste gast vandaag is de lijsttrekker van de VVD, Ad van Beurden. In het kader van onze serie gesprekken met lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen leggen we hem onze 10 ja-nee stellingen voor en gaan we over enkele stellingen in discussie. Daarna gaan we in gesprek met Kim Spanjers en Bart Gotink, de gaande en komende verslaggever voor Goorle van het Brabants Dagblad. In het kader van onze miniserie over de relaties tussen voeding, gezondheid en welzijn praten we tenslotte met Maria van den Muizenberg, hoogleraar in Nijmegen over gezondheid en sociaal-economische situatie. Maar zoals altijd is het podium eerst voor onze collega Gonnie Spermon met het Goorlense politieke nieuws. En dat zou best eens heel wat kunnen zijn. Ja, het is best veel. Ik begin met iets positiefs. Dat betekent dat jij niet met iets minder positiefs? Nee, het begin is positief okay. In ieder geval. Laten we het daarop houden. Namelijk een financiële meevaller voor Goorlen. Uit de decembercirculaire van het Rijk blijkt dat Goorle via de algemene uitkering 500.000 euro extra krijgt over 2021. Een groot deel daarvan is wel geoormerkt. Bijvoorbeeld 183.000 euro coronasteun. En dat bedrag wordt overgeheveld naar dit jaar. En dat geldt ook voor de 50.000 voor het versterken van het aanbod dementie. Uiteindelijk blijft daar 187.000 euro vrij te besteden over. Volgens wethouder Zwaans kan de nieuwe raad straks bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. Hij zelf zou het wel graag gestort zien in de AWR, de spaarpot van de gemeente. Ook de komende jaren krijgt Goorle wat meer dan waar men op had gerekend. Vorig jaar zijn in Goorle 37 duurzaamheidsleningen bij de gemeente aangevraagd en ook gekregen. Vanaf 1 april kon dat toen weer en zat er 200.000 euro in de pot. Daar is nu nog 125.000 euro van over, zodat er ook de komende maanden nog duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt voor bijvoorbeeld de isolatie van woningen of een warmtepomp. Er kan tot maximaal 25.000 euro geleend worden tegen een voordelig tarief. Sinds 1 januari van dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe wet inburgering. De bedoeling van deze wet is dat statushouders en inburgeraars zo snel mogelijk integreren en participeren in de samenleving, het liefst via betaald werk. Het college heeft daarvoor nu de kaders vastgesteld. Van belang is bijvoorbeeld dat men de inburgeraar zo vroeg mogelijk leert kennen, zodat een persoonlijk PIP kan worden opgesteld. En dat is een plan inburger en inburgering en participatie. Al in het AZC vindt een kennismakingsgesprek plaats om voor een warme overdracht te zorgen. Er wordt gekeken naar wat de kwaliteiten zijn van de nieuwkomer, maar ook naar zijn of haar interesses en behoeften. Aldus wethouder Mayo Immink. Vervolgens gaan er verschillende trajecten lopen door bijvoorbeeld de werkgroep opvang statushouders en kantoor de Twern. Op 1 juli lopen de contracten af die de gemeente heeft met de huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Daarom gaat Goorle samen met Hilvarenbeek en Oosterwijk een Europese aanbesteding houden voor nieuwe aanbieders. En daarvoor is nu een inkoopstrategie opgesteld. Goorle heeft nu 9 aanbieders en dat zullen er waarschijnlijk minder worden. In tegenstelling tot eerst gaat nu gewerkt worden op basis van uurtarief. Wethouder Immink verwacht niet dat hulpvragers veel andere hulpen in huis zullen gaan krijgen. De huidige directeur van Cultureel Centrum Jan van Mezouw, Sanna Beustink, vertrekt. En wel per direct. Na 5 jaar zegt ze toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. En die heeft ze gevonden in de politiek. Ze staat 5e op de kandidatenlijst van de nieuwe Goorlense partij Gezond Verstand Goorle Riel. Ze zegt te hopen in de nabije toekomst op een andere, bredere manier te mogen gaan bijdragen aan de cultuur in Goorle. Het bestuur van de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties, dus het Jan van Mezouw, respecteert de keuze van Sanna Beustink en zegt dankbaar te zijn voor haar toomloze inzet, ook tijdens de coronacrisis. 2 huidige bestuursleden gaan een tijdelijke directie vormen. En dat zijn Aart van Stiphout en Ariane van Bavel, beter bekend als Artje van 013 uit Tilburg en van de TV. Opmerkelijk is wel dat een speciale werkgroep, waarin ook Sanna Beustink zat, al ruim een jaar bezig is met een onderzoek naar een gedeeltelijke herbestemming van het Jan van Mezouw. En in maart,
moet daar een eindverslag van komen. Dus daar is mevrouw Westing dan niet meer bij. Dan naar de besluitvormende raadsvergadering van gisteravond. Daar stond als eerste ingelaste agendapunt op verzoek van Henk Gabriels van Proactief Goorle de huisvesting van Stichting Jong. Er was namelijk in de politiek in Goorle de afgelopen dagen nogal wat beroering ontstaan toen bekend werd dat het college in afwijking van een door de raad aangenomen motie de toekomstige huisvesting wilde neerleggen op het bordje van kantoor De Twern. Gabriels wilde dan ook van wethouder Zwaans horen hoe het college ervoor gaat zorgen dat de motie voor een fysieke huisvesting van het jongerenwerk in Goorle snel en vakkundig wordt uitgevoerd. Wethouder Zwaans bood meteen zijn excuses aan. Hij zei het zeer vervelend te vinden dat de afhandeling van de motie door het college blijkbaar niet aan de verwachtingen van de raad had voldaan. Het spijt ons als we de gedachtegang en uitgangspunten onvoldoende hebben gedeeld, zei hij. Vervolgens schetste hij hoe het college samen met kantoor De Twern het beschikbare vastgoed en de verdeling daarvan zou gaan bekijken. Maar daar was Gabriels nog niet helemaal tevreden mee. Hij wilde de verzekering dat het college eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van de motie en niet kantoor De Twern. Die kreeg hij uiteindelijk. Zwaans zei, ik ga de heer Gabriels geruststellen. We voeren de motie uit. Maar voor de inhoudelijke kant gaan we wel overleggen met de hoofdaannemer. Gabriels was blij met het antwoord, maar voegde er nog wel aan toe dat het bijvoorbeeld nooit zo zou mogen zijn dat kantoor De Twern gaat praten met partijen die een overeenkomst hebben met de gemeente binnen het vastgoed. Dat moet gebeuren door beleidsmedewerkers van de gemeente. Kantoor De Twern kan hoogstens toehoorden zijn, zei hij. Het kan niet zo zijn dat kantoor De Twern bijvoorbeeld naar de wildakken gaat en daar eens even de boel gaat opschudden. En met deze waarschuwing aan het college en de excuses van de wethouder liep het allemaal toch weer goed af. Vervolgens werd het toch weer even moeilijk toen Ad van Beurden van de VVD vond dat een motie over een onderzoek naar de privatisering van de sportparken niet naar behoren was afgehandeld. Hij vond dat het college niet de conclusie had mogen trekken dat privatisering afgeraden moest worden, zonder eerst met de verenigingen in gesprek te gaan. Wethouder van de Wiel gaf als antwoord dat was gebleken dat privatisering niet wenselijk was en dat ze daarom niet zijn gaan praten. Maar Van Beurden hield vol dat je op een basis van onderzoeken en ervaringen van buiten zomaar niet een motie van tafel kunt vegen. De wethouder zei toe er op een later moment op terug te komen. Het eerste echte agendapunt ging over de 125.000 euro die gevraagd werd voor het proces van de strategische heroriëntatie. Het onderzoek naar hoe Goorle moet zijn in 2040. Zoals ook al was gebleken tijdens de oordeelsvormende vergadering waren de arbeiderspartijen en de PvdA hier tegen. Bernard Kriens was niet overtuigd van de urgentie. Ze vond het verspilling van energie en geld. De rest van de partijen was voor. Janneke van der Hout van D66 vond het juist een goed plan. De VNG waarschuwt gemeenten dat ze moeten voorsorteren op de toekomst, zei ze. Er komen grote bezuinigingen aan en met het geld voor de strategische heroriëntatie kan de nieuwe raad vooruit. Wethouder Tess van de Wiel gaf aan dat het geld misschien niet allemaal nodig is en ook gebruikt gaat worden voor burgerparticipatie. Er ontstond nog wel even ophef, omdat de nieuwe partij Gezond Verstand Goorle Riel een brief had gestuurd naar de raad om niet in te stemmen met de 125.000 euro. Maar eerst met de inwoners moest gaan praten. Frans Smits van het CDA leidde daaruit af dat de nieuwe partij ervan uitging dat ze straks deel uit gaan maken van de raad en vond dat nogal arrogant. En ook Gabriels vond het vreemd dat die brief zometeen op de agenda was gekomen. Maar burgemeester Mark van Stappershoef gaf aan dat alle brieven van inwoners die over een raadsvoorstel gaan op de agenda komen. Vervolgens werden de voorstellen over het rekenkamerrapport, de visie op dienstverlening en de overheveling van budgetten met algemene stemmen aangenomen. Een amendement om servicenormen op te stellen voor de dienstverlening, ingediend door lijst Goorle en D66, werd aangenomen door alle partijen. Over de 275.000 euro die werd gevraagd voor het verwijderen van asbest op een perceel aan het Karrepad werden weinig woorden vuil gemaakt. Alleen de arbeiderspartij was tegen. Die vond het niet nodig. Kon best blijven liggen, vond Arno de Laat. Bijna op het eind van de avond stelde Arno de Laat een vraag aan wethouder Zwaans. Klopt het dat het voorgenomen hondenlosloopgebied aan de Zandschelstraat er niet meer komt? Dat had hij gehoord in Goorlse kringen. Hij vond dat vreemd. Er zouden toch nog gesprekken moeten komen met bezwaarmakers? Wethouder Zwaans gaf als antwoord dat er inderdaad nog gesprekken moeten volgen en dat hij niet wist hoe dat in Goorlse kringen was gekomen.
Volgens hem was het hondenlosloopgebied niet aan de orde geweest in de persgesprekken. Nou, dat bericht destijds was van mij afkomstig en kwam inderdaad uit een persgesprek toen het ging over klachten van inwoners, onder andere tegen de komst van dat losloopgebied. Op mijn vraag destijds aan de wethouder hoe het nu zat daarmee, antwoordde hij toen dat hondenlosloopgebied niet meer doorging. Er waren te veel bezwaren. Vanmorgen heb ik wethouder Swaans hiermee geconfronteerd en moest hij toegeven dat hij dat best gezegd kon hebben. Hij zal zijn uitspraken van gisteravond rectificeren. En helemaal op het eind van de avond een motie van de PvdA over vervolgstappen voor het herstel van de biodiversiteit in Goorlen. Daar hadden de meeste partijen wel oren naar, maar Mark Verhoeven van Lijsteren Goorlen wilde daar nog wat over discussiëren. En dat gebeurt nu op 15 februari. En tot slot, ook van Gossigingen, van ons allemaal denk ik, onze enorme felicitaties voor de grootste schaatsster aller tijden, Irene Wüst. Burgemeester Mark van Stappershoef maakte afgelopen dagen bekend dat op 21 mei haar standbeeld voor het gemeentehuis onthuld wordt. En Irene zal erbij zijn. En ze zal dan zeker in het zonnetje worden gezet, zei hij. Op wat voor manier, dat moeten ze intern nog gaan bekijken. Tot zover. Ja. Ja. Mooi positief geëindigd dus. Ja, toch hè. Okay. Ja, want... En dan vragen we Ad van Buren. Kom je erbij? De fractievoorzitter van de VVD. Je glas staat al klaar. Dus is dat de goede plek? Dat is lijkt me het handigste. Nee, liever op die plek. Is beter voor de camera. Dus daarmee is meteen duidelijk dat Ad van Beuren lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD is aangeschoven. Ja. Want in aanloop van naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten we elke week met lijsttrekkers, met alle lijsttrekkers moet ik erbij zeggen, van de Goorlense politieke partijen. En die krijgen 10 stellingen. En dan mag je alleen maar met ja of nee op antwoorden. Want geen mening hebben we niet in de politiek, hebben we met elkaar afgesproken. En dan mag je 2 thema's uitkiezen waar je graag wat langer over zou willen praten. En dan komen wij aan de beurt om over een aantal andere dingen waar we het graag over willen hebben nog eens met jou door te emmeren, zouden we misschien moeten zeggen. We hebben met elkaar deze stellingen opgesteld. En voor zover dat nog niet duidelijk mocht zijn, je kent ze nog niet. Nee. Je moet er spontaan op antwoorden. Ik had wel een vraag niet gekregen. Nee. En Harry. We willen het inderdaad spannend houden. En we zijn van de fractievoorzitters in ons politiek gewend dat ze overal meteen een antwoord op hebben. En de mening ook. En in dit geval hoeft het alleen maar ja of nee te zijn. Dus wat, hoe makkelijk kan het zijn? Hoe makkelijk wil je het hebben? Maar ik heb ze deze keer nu wel voor je. Dus dan kun je zo meteen als we vragen welke wil je graag op terugkomen, kun je daar nog even in meekijken. Maar voorlopig ga ik ze eerst even aan je voorleggen, Ad. Ja. Een geluidswal langs de A58 is onbetaalbaar voor onze gemeente. Nee. Om aan onze energieopdracht te kunnen voldoen, ontkomen we er niet aan om windmolens en zonneweiders te realiseren. Nee. Ik hou even je antwoorden bij. Wij sluiten verdere lastenverzwaring voor Goorlenaren uit. Ja. Bezuinigingen gaan we alleen realiseren binnen het sociaal domein. Nee. Ons centrum heeft te weinig uitstraling. Ja. Wij realiseren een fietstunnel onder de A58 tussen de Bakertand en de Stappengoor. Ja. En Goorlen kan beter samengaan met Tilburg. Ik had hem al aan zich over. Nee. Het verkiezingsprogramma van de VVD wijkt eigenlijk nauwelijks af van de andere partijen. Nee. We moeten met name seniorenwoningen bouwen om de doorstroming te bevorderen. Nee. We willen het cultureel centrum Jan van Bezouw en de verenigingen zoveel mogelijk privatiseren, zodat ze hun eigen broek op kunnen houden. Ja. Nou, dat waren ze. Makkelijk, hè? Ja, je hebt je keurig gehouden aan de ja en de nee. Ja, toch? Ja. En welke zou je nu graag op terugkomen, Ad? Even kijken hoor. Want er zullen ongetwijfeld nuances bij zitten. Nou, mij lijkt de geluidswal wel een mooie discussie. Laten we daarmee beginnen. Privatiseren. Ja. De geluidswal, die was niet onbetaalbaar.
Dus wij kunnen dat makkelijk betalen? Nou, dat zeg ik ook helemaal niet. Er is alleen, we weten nog gewoon niet wat zo'n geluidswal moet gaan kosten. Miljoenen. Ja, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat het onbetaalbaar is. Die hebben we wel. Nou, nee, die hebben we niet zo op de plank liggen. Maar je weet net zo goed als ik dat de gemeente niet in één keer die miljoenen eraf. Hè. Dat gaat in jaren. En dat gaat bij zo'n geluidswal denk ik over 30, 40 jaar. Dus, maar we kunnen er eigenlijk helemaal niks op zeggen zolang we niet weten wat het echt gaat kosten. Nee, maar je zegt zelf net van we weten dat het miljoenen gaat kosten. Ja. En zeker als we het over de hele lengte van de bebouwde kom van Goorlen langs de A58 gaan doen. Jawel, maar ik vind dat we eerst eens een goed onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden. En naar de kosten en alternatieve mogelijkheden bekijken. Hè. Je kunt van alles doen met zo'n geluidswal. Hè. Je kunt er ook van alles bij verzinnen, bij bedenken. Het kan een glazen wand zijn, het kan een aardewal zijn, nou, noem het maar op. Maar zolang als we dat niet doen, zolang als dat niet uitgevoerd wordt, kunnen we er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. En zeg ik dan weten we ook niet dat het onbetaalbaar is. Maar met alle discussies die inmiddels geweest zijn, heb je een getal in je hoofd dat je zegt, daarboven komen we bij onbetaalbaar? Nee. 10.000, 25.000, 2 nee. ton, 3 nee. miljoen? Nee. Nee, want uiteindelijk gaat het om wat het per jaar gaat kosten. Ja, maar daar heb ik het over, ook per jaar lasten. Ja. Nee, nee. Ook niet. Maar ik wou net dat we een 500.000 extra krijgen, dus ach. Dat is eenmalig geld, hè? Ja, dat weet ik. En je hebt ook een kapitaalslast. Nee, nu zit je bij nee dat snap ik. Ja, dus nee, ik vind dat we eerst eens serieus onderzoek moeten doen. En niet dat wij, we lopen elke keer tegen de muur aan, zeg maar, van nou, onwil, noem ik het maar. Maar is er nog helemaal geen onderzoek naar gedaan dan? Nee. Ja, er toch? Er zijn samen met de stichting A58. Heeft de gemeente, zijn er wat ambtenaren, die zijn samen gaan zitten. En die hebben met twee mogelijke partijen gesproken die zo'n wal kunnen realiseren. Maar die zeggen ook van ja, wij moeten gaan rekenen om daadwerkelijk tot een oplossing te komen. En daar hebben wij budget voor gevraagd en dat is afgewezen in de raad. Ja? Dus, en dat was, dat is nog niet zo lang geleden, in december geweest volgens mij. Ja. Dus als je dat niet wilt onderzoeken, dan gaat die er ook nooit komen. En ik vind, het minste wat je kunt doen, is dat onderzoek plegen. Ja, en dan krijgen we collegeonderhandelingen binnenkort. Ik ga er ergens vanuit dat jullie daar aan meedoen. Ik hoop het. En dan komt dit item ongetwijfeld terug. Dan zul je toch voor meerjarenraming iets van een getal in moeten vullen, iets ruimte reserveren. Dan zul je toch enig idee moeten hebben wat betaalbaar en onbetaalbaar is. Dat klopt. En dan gaan we er meteen weer voor zorgen dat het onderzoek gebeurt en dat we daadwerkelijk kunnen praten over een getal. En dan weten we waar we rekening mee moeten houden. Nee, maar dat onderzoek is niet klaar in mei. Nee, maar dat zijn calculaties hè, die bedrijven moeten doen. Ja, en dat hoeft geen jaar te duren. Hè? Er moet eerst een budget vastgesteld worden wat die bedrijven vragen. Dat moet in de raad komen, dat moet goedgekeurd worden. Nou, dat budget weten we. Dat was 28.000 euro volgens mij op mijn hoofd, 25.000 euro. Dus dat weten we. En dus in de eerste raad stel jij voor om dat budget onmiddellijk vrij te maken en aan de slag te gaan? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. En dan weten we dat. Heb je ook enig idee van waar je allemaal die geluidswal dan aan zou willen? Nou kijk, wij hebben het plan ook een beetje samengetrokken natuurlijk met de ontwikkeling van het Barbara Benzpark. Hè? Want dat ligt nu ook stil, ook vanwege geluidsoverlast. Mm-hmm. En wij hebben daar een oplossing op losgelaten. En daar zullen wij binnenkort ook een schrijf over uit doen komen. Waar wij zeggen, als je dat combineert, hè, want dan kun je het Barbara Benzpark ontwikkelen. Want die heeft ook geluidsbescherming nodig. En als je dat combineert met die wal, dan kun je uit opbrengsten van de bouw daar, van de Barbara Benzpark, kun je ook een deel weer van die geluidswal bekostigen. Vind je dat de huidige bewoners die zeg maar, boven de Rienaarse baan wonen, dat die ook moeten bijdragen? Nee. Waarom niet? Waarom zou je alleen een deel moeten bijdragen? Dat is, nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, degene die geluidsoverlast hebben, dat kun je toch uitrekenen aan de hand van de modellen die daarvoor gebruikt worden van wie er getroffen worden door geluidsoverlast en die weggenomen wordt door zo'n... Nee, dat vind ik een beetje te ver gaan. We leggen ook een hockeyveld aan van 1 miljoen. En er zijn ook heel veel mensen gehoord die niet hockeyen. Maar dat wil je toch prima? Nee, maar diegene die daar gebruik van maken, wil je daarvoor laten betalen. Ik heb het erover, laat je de mensen die last hebben van geluidsoverlast... Dat heb ik niet gezegd, die wil ik laten betalen. Dat betaalt heel Goorl, hè, dat hockeyveld. Nee, nu. Maar als ik jullie programma lees, we komen er zo op terug. Privatisering. Ja, maar dat vind ik iets heel anders. Nee, dat is compleet. Dat vind ik wel een heel ander. Ja. Zullen we die stap maken dan even? Dat bruggetje naar die privatisering? Ja, dat vind ik prima. Want daar wilde je ook naartoe. Nou ja, ik vind dat we daar naar moeten kijken. Dat moeten we onderzoeken.
Hè, er gaat nu natuurlijk, ten eerste gaat er heel veel geld naar verenigingen. Hè, en we hebben het ook bijvoorbeeld over het Jan van Mezouwhuis. 1,3 miljoen per jaar legt de gemeente daaraan bij. En dan denk ik van laten we eens gaan kijken naar privatisering. En daar zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden van hoe dat wel mogelijk is. Je kunt het, nou, het werd net even gezegd, je kunt het makkelijk van tafel vegen van we hebben een onderzoekje gedaan en dus doen wij het niet. Dan denk ik van ja, ga eerst praten, maar ga eerst naar de mogelijkheden kijken. En ga kijken hoe je daar ook aan kunt bijdragen, hè, om dat voor elkaar te krijgen. Hè. Het wil niet zeggen dat je zegt van weet je wat, we zetten alles stil en je zoekt het zelf maar uit. Zo is het natuurlijk niet. De wethouder gaf dat gisteren ook als antwoord. Hè, van, we hebben die benchmarking gedaan en de KNVB en dergelijke, die vinden dat allemaal niet wenselijk. Ja. Weet je op basis van welke argumenten dat die... Dat niet wenselijk nee, wordt. Nee, dat weet ik niet. Nee. Want dat miste ik in het antwoord van de wethouder. Ja, nou, ik vond sowieso het antwoord een beetje kort door de bocht. En er werd gezegd, we hebben het onderzoek gedaan en het is niet wenselijk. Dus vinden wij het ook niet wenselijk. Ik denk, ja, dat is veel te kort door de bocht. Dat gaat natuurlijk niet zo. Maar jullie hebben toch een motie in de raad aangenomen dat de sportverenigingen meer in de kosten van het sportpark moeten gaan bijdragen? Nee, daar zijn we er niet bij. Dat gaan we dan opzoeken. Ja, ik ken niet alle moties uit mijn hoofd. Niet, ik vind. Dat is ook al 2 jaar geleden zijn. Ja, daar heb je geen actieve herinnering aan. Nou, maar hoe stel je dat privatiseren voor? Een mooi voorbeeld is natuurlijk onze scouting hier in Goorlen. Die zijn ook geprivatiseerd en die zijn er wel gelukkig mee. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, de vereniging betaalt nu huur. Je kunt zeggen van nou, je krijgt die grond gratis in bruikleen. Ik noem nu zomaar iets, hè. En dat geld wat ze dan aan huur betalen, kunnen ze gebruiken voor andere dingen. Misschien wel voor onderhoud natuurlijk. Hè? Maar er zijn allerlei mogelijkheden. Alleen om nu maar meteen de deur dicht te gooien en te zeggen van... dat doen we niet, want het onderzoek wijst uit dat het niet wenselijk is. Ja, dat vind ik veel te kort door de bocht. Hè? Ja. En los van de kosten en het geld is het ook nog zo dat... de bemoeienis van de gemeente bij sportverenigingen... over het algemeen ook niet bijdraagt aan snellere beslissingen. Hè? Als je kijkt... pak even weer het sportveld of het veld van de hockeyvereniging. Dat heeft natuurlijk gruwelijk lang geduurd. En volgens mij hoeft het allemaal zo lang niet te duren. Hebben jullie zelf contact gehad met de verenigingen? Of zij dat ook willen? Nou, ik zou dat op zich wel willen, ja. Maar ik wilde toch eerst wel zeggen... Nee, maar heb je met de verenigingen daar al contact over gehad... voordat dat in je programma opschrijft? We hebben hier 3 maanden geleden een aantal mensen uit de sportwereld gehad. En dat was duidelijk dat ze graag een andere... vorm van overleg, verantwoordelijkheid richting de gemeente zouden willen hebben, die niet in detail is ingevuld. Maar als verenigingen natuurlijk verschillend op overdenken. Maar dat dus een stukje meer verantwoordelijkheid bij de verenigingen loopt. Ik denk dat dat wel past in de discussie waar we het hier over hebben. En dat absoluut bij jullie past. Maar ik neem aan dat jullie dan daarover in gesprek gaan. Met de sportverenigingen. Zijn daar leidend in? Of zeggen jullie... Nee, in eerste instantie. Daarom hebben we natuurlijk die motie ingediend destijds. Wij vinden dat daar de gemeente, het college, leidend in moet zijn. Hè? En wij willen daar als partij natuurlijk heel graag op aanhaken en bij zijn. En er zijn allerlei mogelijkheden, allerlei vormen van privatisering. Hè? Nogmaals, het is absoluut niet de bedoeling om te zeggen van... jongens, we gooien de deur dicht en zoek het maar uit. Zeker niet. Hè? Wij zijn ook voor sport en wij zijn ook voor verenigingen en... maar er zal ook ergens een gulden middenweg zijn, denk ik. En ik denk echt dat die verenigingen erbij gebaat zijn. Als ze niet constant bij de gemeente aan hoeven te kloppen. Als het gaat om allerlei zaken als aanschaf, onderhoud, nou noem het maar op. En ik denk ook dat die verenigingen misschien zelf wel beter willen. Wat goed is voor een vereniging dan dat een ambtenaar in het gemeentehuis er iets over zegt. Zou dat ook betekenen dat de gemeente zich er ook helemaal niet meer mee moet bemoeien? Nou nee, dat denk ik niet. Ik denk nog steeds dat de gemeente wel betrokken mag zijn. Alleen als het gaat om beslissingen over bijvoorbeeld nou, investeringen. Bouw ik een nieuw clubhuis? Leg ik een nieuw veld aan? Renoveer ik de doucheruimtes? Ja, laat alsjeblieft die verenigingen daar zelf over beslissen. Hè? Zou dat ook kunnen betekenen dat de contributies omhoog moeten? Nee, niet per se, niet meteen. Dat denk ik niet. Hè? Maar goed, dan moeten we daar eens rekensom op loslaten natuurlijk. Maar als ik kijk naar een club met 1200 leden en als ik kijk wat er aan contributie betaald wordt, nou, dan hebben ze toch wel behoorlijk wat inkomsten. Hè? En ik zeg al, je moet ze natuurlijk wel helpen. Hè? Je moet die verenigingen wel helpen door iets te doen met de huur of met de grond of nou hoe dan ook. Hè? En dan wil ik niet zeggen dat de gemeente niks meer mag bijdragen. Ik zeg alleen, je moet de club zoveel mogelijk hun eigen dingen laten regelen. Dan zeg je ze geen geld meer krijgen. Maar is daarbij jullie vertrekpunt? Dat het beter is voor de sportcultuur als de verenigingen die eigen verantwoordelijkheid dragen. Of dat het beter is voor het budget van de gemeente
Als de kosten op de begroting omlaag gaan. Ik denk niet alleen aan... Ik zeg al, het is niet zo... Ik pretendeer ook niet dat de verenigingen dan geen geld meer krijgen. Maar denk eens bijvoorbeeld aan wat je bespaart op het ambtenarenapparaat. De ambtenaren dan niet meer mee bezig hoeven te zijn... wil niet zeggen die ambtenaar naar huis moet... maar wel dat hij zich met andere dingen bezig kan houden. Maar ik begrijp dat juist een van de problemen was... dat er voortdurend geen sportambtenaar was. Dus dan valt niet veel op te bezuinigen. Nee, maar ja, goed, dan wordt er een ambtenaar ingezet... die dus geen sportambtenaar is. Nou, dan weet je het al. Oké. Maar het valt me toch op dat je er nog weinig zelf onderzoek aan hebt gewijd. Maar waar komt het dan vandaan dat jullie dat willen? Nou, ik denk dus sowieso dat wij zijn voor minder regelgeving, minder bemoeienis vanuit de overheid. Hè? Dat is de typische VVD. Van de VVD. Ja. Kijk, om heel eerlijk te zijn, ik heb een eigen bedrijf. Als ik dat moet runnen zoals de gemeente runt, dan was ik al lang niet meer geweest. Nee. Nou, had je hier ook niet als fractievoorzitter kunnen zitten. <Nee. laughs> Oké, je hebt er nu twee uit mogen kiezen. Wil je er nog iets over kwijt? Nee, ik denk het niet. Ik ben heel benieuwd wat die verenigingen ervan vinden. Nou ja, ik ook wel. En ik wil graag met ze in gesprek. Maar wij wilden eerst even het onderzoek van de wethouder afwachten. Kijken wat daarop terugkomt. En als daar een... Kijk, het kan ook zijn dat het onderzoek uitwijst. We hebben ze gesprekken gevoerd en de deur wordt elkaar dichtgegooid. Dan heeft het geen zin natuurlijk. Maar wij willen dolgraag in gesprek met die vereniging om te kijken... wat mogelijk is, wat de mogelijkheden zijn en hoe zij erin staan. Andere stelling waar ik even op terug wilde komen. Jullie hebben in je programma staan, dus was eigenlijk een open deur toen ik die vraag stelde, bij een fietstunnel te willen realiseren onder de A58 richting Stappengoor vanuit de Bakertand. Een kortere verbinding. Ja. Ben je niet bang dat je op die manier juist de inwoners van Goorlen naar Stappengoor stuurt om daar hun inkopen te gaan doen en niet in hun eigen centrum? Waarom zou ik er bang voor zijn? Nou, je maakt de weg heel makkelijk voor ze om naar de Jumbo te gaan. Daarop ja, nu pak je ze uit en rijden ze om. Ja, dat vind ik... Je stimuleert... Op er zijn niet zoveel mensen die hun zaterdagsboodschap op de fiets gaan doen natuurlijk. Hè? Dus, maar voor de kleine boodschap misschien. Maar voor bereikbaarheid van de ijshal, van de winkels daar natuurlijk... Hè? Het gaat niet alleen maar om de boodschappen doen. Ja, ik vind dat wel... Je maakt de ontsluiting een stuk makkelijker. Vind je niet dat onze eigen middenstand... We hebben het nu allemaal in deze coronatijd of besteed lokaal. Ja, maar gaan we nou weer zand op de Tilburgs weggooien dan? Als die naar Tilburg kunnen? Nee. Maar dat zeg ik helemaal niet. Nee, maar jullie gaven het zand juist weg om het makkelijker te maken dan naar Tilburg te gaan. Jawel, maar nee, nee, ik zie daar geen probleem in, hoor. Ik geloof niet dat de mensen nu die... We zitten aan de Jumbo, hè. De mensen die nu naar de Jumbo gaan... Of die nu naar de Albert Heijn hier in Goorlen gaan... dat die dan naar de Jumbo gaan omdat het korter is door de fietstunnel. Denk je niet? Nee. Het smaakt tien te mensen, hè. Dus, ja, dat is wel zo. Dat klopt. Hè. Maar ik denk met name aan de jeugd bijvoorbeeld... Hè, de kortere route richting het centrum van Tilburg... als ze op vrijdag, zaterdag op stap willen. Ik denk aan de ijsbaan die daar zit... Het zwembad wat daar zit, dus dat soort dingen, ja. Zouden ze dan ook niet beter naar het sportveld moeten kunnen in Goorlen? Zeg je? Zouden ze dan ook niet beter naar het sportveld moeten kunnen in Goorlen? Hoe bedoel je? Nou, je zegt van, het is belangrijk dat ze sporten, dus gaan ze dat in Tilburg doen. Volgens mij hebben wij een sportpark. Ja, we hebben een sportpark, daar hebben we hier een ijsbaan. Hè, dus, ik zie daar niet, als we daar bang voor moeten zijn. Maar zullen we dat dan koppelen aan de stelling over het centrum dat te weinig uitstraling heeft? Dat is prima, ja. Dat is dus blijkbaar niet van dat het iets met de winkels te maken heeft. Want mensen in de Bakertand kunnen net zo plezierig op Stappengoor gaan winkelen als in Goorlen. Wat bedoel je dan met uitstraling? Meer gezelligheid, meer sfeer, hè, denk ik dan aan. Hè. Misschien wat meer groen in het centrum. Hè. Het Kloosterplein is natuurlijk één grote betonplaats, zullen we maar zeggen. Hè, dan mag wel iets meer. Hè. Dan zou je wat terrassen kunnen realiseren. Hè. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan ik zeg al met groen en met bomen. Maar goed, er is destijds voor gekozen om dat niet te doen. Ik kan me nog herinneren dat ik bij die besluitvorming ook nog bij was. Al was het heel pril. Maar dat was vanwege de evenementen. Is het makkelijker hè, om daar dat niet te hebben natuurlijk. Maar ja, het mag wel iets meer uitstraling hebben, denk ik dan. Heb je het alleen over het Kloosterplein? Nou, bijvoorbeeld Kloosterplein, maar daaromheen. Hè, dus zou je dan ook Tilbusweg af willen sluiten? Wij zouden dat... Misschien willen, maar dan bijvoorbeeld voor weekenden, maar niet permanent. Dat lijkt me ook niet heel onpraktisch in Goorlen.
Maar bijvoorbeeld de weekenden, als je met paaltjes zeg maar heel praktisch of heel slim kunt afsluiten. Zodat je daar in de zomer terrassen kunt maken of dat soort dingen. Dan... En wie moet die terrassen gaan maken? Want er zit een domino... Er zitten genoeg restaurants die graag, denk ik... Maar die hebben de terrassen toch al? Ja, wel, dat klopt. Ik zeg ook niet... Ik noem ze maar mijn voorbeelden, hè? Dus, want er heeft zich ooit een ondernemer gemeld die daar graag wilde zitten en een terras wilde ontwikkelen. En dat is helaas niet doorgegaan. Ja, ja. Maar dat betekent dus dat je daar als gemeente ook weinig greep op hebt. Ja, daar heb ik niet zo moeite mee. Als de gemeente dan nee, mee maar je wilt meer uitstraling. En je zegt, ja, en dan moet de gemeente eigenlijk, want dat zijn de punten waar we het over hebben, iets aan doen. En tegelijkertijd zitten er ondernemers die of de kans niet krijgen of niet willen. Dan kan ik me toch voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, de gemeente moet misschien wel iets meer doen. Nou, de gemeente moet faciliteren, denk ik. Hè? En faciliteren kun je op vele manieren natuurlijk. En maar de vraag is gewoon heel simpel. Mag er aan het centrum iets gebeuren? Dan zeg ik ja. Hè? Dan mag er wel wat meer aan gebeuren. Wat meer sfeer, wat meer gezelligheid, wat meer groen misschien. Hè? En afsluiten van Tilburgse weg. Ja, ik zeg al niet permanent. Dat lijkt me erg onwenselijk in Gorlen. Maar voor events bijvoorbeeld. Hè, als je daar, ja, maar dat gebeurt al. Ja, als er een kermis is, dan gaat het eerder. Als het netement is, dat klopt al. Dan is het wel afgezet. Dan wordt er een vergunning voor gegeven. Ja, maar dan wordt de hele Tilburgse weg volgens mij afgezet. Dus dan is het niet alleen maar dat stukje. Dat is bij de hoek naar de Kalverstraat. Ja. Maar dat is hetzelfde als wanneer... Nou, laat ik het zo zeggen. Wij staan er open voor om daarover te praten. Dus, ja. Want dan krijgen we die afsluiting. Dat betekent ook de doorstroming weer minder wordt op Tilburgseweg. Hè? Als je het afsluit. Als je het allemaal afsluit. Die komen dan ergens anders langs. En ik kan je al vertellen. Dan zijn er weer mensen die daar bezwaar tegen maken. Nou, helemaal afsluiten lijkt me ook niet echt praktisch. Die discussies hebben we al vaker gehad in het verleden. Hè? Ja. Dat hebben we al verschillende keren gehad. Dat is het waterbedeffect. Maar goed. Dat zijn de dus wat meer groen. Nou, wat meer groen, wat meer sfeer, ook denk ik. Ook iets aan de winkels? Ja, goed, kijk, de winkels, ja, dat is toch een beetje wat... Je bent ondernemer, dus je hebt dat wat... Ja, maar ik heb geen winkel, hè? Nee, ik ben geen winkelier, hè? Ik ben een ander type ondernemer, hè? Maar een winkelier, als er vraag is, en dan komt er een ondernemer die daar iets mee gaat doen, natuurlijk. Dus de vraag is er niet? Schijnbaar niet. Ja, zo simpel kan ik het alleen maar... Maar hoe bedoel je dat? Dat er, nou, hetzelfde als dat er winkels weggaan, omdat er niet voldoende aanloop is, omdat er niet genoeg vraag is, dan vertrekken winkels. En andersom komen ze ook, als er wel vraag is natuurlijk. Ja, maar op dat punt doet de Hovelet daar slechter dan gemiddeld in Nederland? Dat weet ik, daar heb ik geen flauw idee van. Want ik ben ook geen winkelier, hè? Ik heb een ander type onderneming. Maar ik weet ook niet hoe andere winkelcentra het doen. Heeft de centrummanager op een gegeven moment hier gezegd dat het heel vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Als hij het zegt, geloof ik hem onmiddellijk. Ja, ik ook. Ja. Dus dat is heel lastig om dat uit te rekenen en de rekening mee te houden. Ik heb ook de indruk dat de zaken verdwijnen en anderen voor in de plaats komen. Ja, en er zijn er ook die er wel bij varen. Hè? Als ik kijk naar onze boekwinkel, hè? En Kaasmeer, die uitgebreid heeft. Ja, dus er zijn er ook ondernemers die het erg goed doen. Heb je wel een idee, of hebben jullie een idee, wat er nog ontbreekt in het centrum als het gaat om welke soort winkels? Commerciële plinter, zullen we maar zeggen. Winkel. Want we gaan nog een commerciële plinter bij krijgen. Hè? Ja, maar die commerciële plinter hoeven niet per se winkels te zijn natuurlijk. Hè? Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een architectenbureau of een advocatenkantoor of dat soort dingen. Hè? Dat kan natuurlijk ook in zo'n plinter. Is het niet hartstikke jammer om die zo aan het zicht van de Tilburgseweg te gaan wegleggen? Ja, denk het wel. Dat is ook niet mijn keuze om daar een plint te maken. Hè? Dat is sowieso, is dat volgens mij is het nog geen fait accompli. Nee. Maar... Dus... Ja, maar het de plannen in de hoeft niet per se winkels te zijn. Het kan ook ander type onderneming zijn natuurlijk. Hè? Zou het loket daar ook kunnen zitten? Ja. En betaalbaar? Dat moeten we bekijken. Nog geen onderzoek naar geweest. Dat is vraag 2. Ja. Er is nog geen onderzoek naar geweest. Nee. Dat is helemaal niks. Oké, de stelling over jullie verkiezingsprogramma. Je hoort vaak, zeker lokaal, dat de verkiezingsprogramma's eigenlijk nauwelijks afwijken van elkaar. Ja.
En vandaar de stelling, het verkiezingsprogramma van de VVD wijkt nauwelijks af van de andere partijen. Ja. Zeg je uiteraard nee. Maar kun je dat onderbouwen? Nee, want ik heb de rest allemaal niet gelezen. Maar je kunt wel zeggen dat het zo is. Nee. Je moest jou nee antwoorden, hè? Dus dan geef ik een antwoord. Ja, maar dat is niet helemaal terecht dan. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ik ben vooral bezig met ons verkiezingsprogramma. En ik heb niet zozeer gefocust op die van anderen. Nee, maar dat ga ik niet doen. Natuurlijk ga ik me daar wel even weer verdiepen. Ja. Vooral die van gezond verstand, hè, ben ik even nu naar. Ja. Maar waar denk je dat jullie dan vooral in kunnen opvallen in de aanloop naar de verkiezingen? Nou, ik denk dat wij met name wel de nadruk leggen op inderdaad op leefbaarheid en op wonen. Geluidsoverlast en dat soort dingen, daar zijn wij wel erg mee bezig. Maar degene die ik tot nu toe gezien heb, en ik heb al een aantal programma's gelezen, hebben het er ook over. Dus ik zie het verschil nog niet. Nou, laat ik het zo zeggen. Sowieso, nou, de geluidsval neem ik dan als voorbeeld. Zijn wij toch wel volgens mij de partij geweest die daar de kaarttrekker is geweest tot nu toe. Hè? Er is nog geen enkele andere partij die zich druk heeft gemaakt om een geluidsval. Hè, wij hebben elke keer die discussie aangeslingerd, we hebben moties ingediend. Maar er is geen enkele partij die daar in mee heeft gedacht of in mee heeft gedaan. Hè? En natuurlijk, nu komen de verkiezingen, gaan ze het ook in het verkiezingsprogramma zetten. Maar wij doen het al 2 jaar. Hè? We hebben gekeken naar Barbara Benspark, naar de ontwikkeling. We hebben vragen gesteld over de Maria Boodschapkerk. Hè? Waarom duurt het zo lang? We hebben verschillende keren vragen gesteld. Ja, maar goed, dan ben ik ook ondernemer. Ik ben natuurlijk ongeduldig. Ik wil dat er iets gebeurt. Hè? En het duurt gewoon allemaal te lang. Hè? En ik heb in de voorjaarsnota ook nog gezegd, hè, dat ik vind het vreemd dat er een vaccin ontwikkeld kan worden in een jaar tijd en dat het 10 jaar duurt om de bakken aan te bouwen. Dat is toch eigenlijk van de knotsen. Even een wat minder inhoudelijke vraag, Atas Abar. Jullie hebben 15 kandidaten op je lijst staan. En daarvan staat pas op plaats 5 en 6 een vrouwelijke kandidaat. Ja, dat klopt. Is dat toeval of zitten jullie daar niet specifiek op of keuze te kijken? Van we moeten zoveel mogelijk vrouwen in de... Nee. In de raad krijgen? Nee, het is niet zo... Dat is geen item voor jullie. Natuurlijk is het goed om een goede diverse lijst te hebben. Maar dat is ook de keuze van de mensen zelf. Hè? Waar willen ze staan? Ja, maar je kunt daar als partij ook een bepaalde visie op hebben en dus beleid op voeren. Nee, we hebben daar niet echt beleid op gevoerd. Natuurlijk, er zijn gesprekken gevoerd. Die heb ik niet gevoerd overigens. Hè. Die worden door het bestuur gevoerd. Hè. En met iedereen afzonderlijk. En zij hebben die lijst samengesteld. Daar heb ik verder geen enkele inbreng in gehad. Andere partijen hebben moeite raadsleden te vinden. Geldt dat voor jullie ook? Met name aan de jongere kant van de samenleving? Nee, want als je nu kijkt naar de nummers 2 en 3. Ja. Dat zijn in deze raad zeker jonkies. Hè? Ja. Een 40er, net 40 en net nog net geen 30. Dus dat is toch wel een verjonging van de raad. En dat vind ik heel erg goed. Ja. Als ik nu de raad binnenwandel, dan voel ik me jong. Dat klopt ook niet helemaal. Ja, dat voelt toch lekker, lijkt me. Ja. Je had er net al even over van als het kan, dan doen we weer graag mee aan de coalitie. Ja, wij zijn ook wel gewoon een partij. Wij willen natuurlijk in de coalitie, wij willen mee regeren, zou ik maar zeggen. Hè? Dus absoluut. En jullie hebben ook voldoende mensen die actief in die raad willen. Ja. Want de lijst is wel 15, maar niet iedereen erop. Nee, maar ik denk als wij 6 zetels halen, die vullen wij wel. Hoor. Ja, en hoeveel denk je dat er gehaald gaan worden? Nou, serieus, kijk, we hebben er nu 3. Hè? En natuurlijk hoop ik op eentje erbij. Hè? Dus... Maar met 3 zou ik nog steeds tevreden zijn. 4 is beter. Ja, uiteraard. En ja, hebben jullie ook al een kandidaat wethouder? Uiteraard. En mogen wij al weten wie dat nee. is? Nee. Nog niet? Nee, dat kan. Maar nee. Er zijn partijen die het al wel gemeld hebben. Dus vandaar de vraag. Ja. Harry, we zitten alweer aan de tijd, jongen. Nou, daar hebben we het aardig voor. Heb jij nog een nabrander? Want ik heb nog een half minuut hier. Nee, ik heb eigenlijk nee, niet zoveel te zeggen. Nee. Dus Dank jullie wel. Is het je meegevallen? Ja. Ondanks het feit dat je niet wist welke stellingen dat je kreeg? Nee, is toch wel meegevallen. Ja. Okay. Dus, maar ja, nee, antwoorden kan iedereen. Dat is niet zo best. Ja, maar het is de vraag of je het juiste antwoord kreeg. Goed, maar we wensen jullie en jou en de VVD natuurlijk heel veel succes tijdens de komende verkiezingen. Dank je wel. En hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Bedankt. Want ondertussen schenken wij de glaasjes water in voor
een oude en een nieuwe redacteur van het Brabants Dagblad, voor zover het over Goorlen gaat. Kim Spanjers en ik moet nog even wennen aan Bart Grootink. Maar dat komt ongetwijfeld, want we zien ze allemaal regelmatig in de krant verschijnen. Heel goed. Dus we willen met jullie tweetjes terugkijken en vooruitkijken naar zeg maar, de rol van zo'n blad in de lokale politiek, in de lokale samenleving. En daar begint Harry mee, hebben we afgesproken. Nou, de meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk, wat is nou de reden van deze wisseling? Ja, wat is de reden? Zal ik die omreden meenemen? Weet jij dat? Nou ja, je moet om de zoveel tijd, vinden wij, op een krant, moet je ook weer eens een keer een frisse blik hebben op gemeente en gemeentepolitiek. We roleren dan in gemeentes en mij werd verzocht na 7 jaar volgens mij om Hilvarenbeek voor mijn rekening te nemen en Goorlen over te dragen aan mijn opvolger. Maar die opvolger die werd na een maand of 8 volgens mij hadden wij op wegje naartoe bedacht, werd ziek. En ja, dan is er een beetje een gat van wie moet er dan gaan doen. En omdat ik het toch al zo lang had gedaan, was het voor mij makkelijk om daar toch weer even in te stappen. Maar ja, dat deed ik dan met Hilvarenbeek erbij en dat is echt te veel. Ja, ja. Dus 2 gemeenten volgen en dan zeker nu in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat is ook jammer voor de lezer, want dan moet ik te veel kiezen. Waar leg ik mijn focus en je wil gewoon onverdeelde aandacht eigenlijk voor een gemeente. En die kan Bart nou wel geven en ik nu weer in Hilvarenbeek. Ja. Je hebt dus al de eerdere keer afscheid genomen van Goorlen. Ja. We hebben teruggekomen. Het is een klein beetje gênant. Nou, voor ons was het helemaal niet gênant. Ik vond het een klein beetje ongemakkelijk. Nu ga je weer weg. Ik ga weer weg. Definitief? Ik zeg nooit definitief. Nee. Ja, goed. We hebben gewoon een paar kerngemeentes van Brabants Dagblad. En ik vind het altijd, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om gemeentepolitiek en gemeentes te volgen. In de stad, daar ben je toch onderdeel van een groter team. Maar ik heb het altijd wel prettig gevonden om zo mijn eigen winkeltje te hebben. Dus misschien kom ik wel weer een keer terug. Ja, dat was ook de Goorlense politiek, hè, die in jouw winkeltje stond. Ja, dat was ook mijn winkeltje. En, wat voor beeld heb jij nou overgehouden aan die Goorlense politiek? Ja, ik vond het afgelopen jaar of de hele coronaperiode vind ik het lastig hoor, om een goed beeld te krijgen van hoe zijn de verhoudingen, hoe gaan mensen met elkaar om. Je kunt ook geen lichaamstaal lezen, je kunt ook niet zien. Je bedoelt doordat het digitaal is? Ja, doordat het digitaal is. Ja, precies. En dan mis je toch wel een heleboel, denk ik, van de onderlinge verhoudingen en waar je dan ook wel veel uit kunt afleiden. Dus dat vond ik lastig. Maar als ik het vergelijk met Hilvarenbeek, dan is Goorlen toch wel een stukje rustiger. In Hilvarenbeek kan het wel eens af en toe helemaal ontvlammen. Voor mij zo onverwacht, maar Maar rustiger wil niet, dat kan ook zijn dat je zegt van nou, het is een slaperige bende hier. Ja, nee, zo wil ik dat niet zeggen. Ik denk dat mag wel hoor, als je dat vindt. Ja, misschien. Ik heb toch altijd wel een interessant gevonden. Het gaat toch altijd over onderwerpen die dicht bij de mensen staan. Een gemeenteraad gaat toch echt over dingen waar iedereen iets van merkt. En hoe je dan die vertaalslag maakt, dat mensen het ook interessant vinden om te lezen. Ja, die vertaalslag vind ik wel altijd interessant. Ja, het is niet altijd interessant om urenlange vergaderingen bij te wonen. Ja, dat is wel zo. Maar die vertaalslag vind ik dan wel heel leuk om te maken. Om te kijken of toch dat ik mensen dat kan interesseren, want het gaat wel ergens over. Ja, want je woonde de raadsvergadering altijd bij. Ja. En ook de persgesprekken. Ja. Hoe waren die? Ja, ik moet zeggen, ik vind de persgesprekken, het gaat heel erg vanuit het college. Want dat is alleen met het college, hè? Ja, dat is met het college. Dus dat is wel heel prettig hoor, want je staat dan dicht bij het bestuur en je kunt dan makkelijk vragen stellen en makkelijk kwesties over ondervragen. Maar het gaat wel, ik vind het te veel zenden vanuit het college, als ik nou toch even commentaar mag geven. terwijl ik, niet alle onderwerpen vind ik interessant voor al onze lezers. Dus dit mogen voor mij wel iets sneller erheen. Ik heb begrepen, jullie kunnen in de krant bijhouden, de digitale krant,
welke artikelen vooral aandacht krijgen van lezers, inwoners van Goerlen. Kun je daar iets over zeggen? Van wat eigenlijk jou bij is gebleven? Want dat waren echt thema's die opgepakt werden in de reacties. Ja, nou, dat is eigenlijk, Bart weet dat ook. Het is eigenlijk altijd wel de onderwerpen waar mensen bij betrokken zijn. Daar gaat altijd wel, die worden het best gelezen. Hele abstracte zaken als, wat was nou het onderwerp gisteren? De Bakertam bijvoorbeeld. Ja, de Bakertam, maar dat gaat over huizen. Dus ja? Nou, dat werkt ook nog wel. Ja, het zijn dingen als, wat wel heel belangrijk is, maar als je het hebt over sociaal geld naar sociale projecten of jeugdzorg of zo, dat is dat heel moeilijk om aantrekkelijk te maken voor mensen. Terwijl, juist daar gaat ook heel veel geld in om. Maar juist dat is heel belangrijk binnen gemeenten. Dus dat is ook wel een beetje een worsteling waar je soms dus ook wel mee zit als verslaggever. Omdat het juist heel moeilijk is. En dat blijkt dus elke keer ook uit die cijfers digitaal. Om dat aantrekkelijk te maken voor lezers. Ja, terwijl het voor de raadsleden, het college en uiteindelijk indirect voor de bewoners ook wel hele belangrijke dingen zijn. Want gaat ontiegelijk veel geld. En ze krijgen wel de bezuinigingen op hun bordje. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is het lastige. Maar dat is moeilijk om dat te vertalen. Het is moeilijk om dat echt om dat te vertalen op zo'n manier dat ook veel mensen daarin geïnteresseerd zijn. Als ik naar afgelopen jaar kijk, mijn best gelezen artikel hier in Goorlen. Dat ging over Frans Marchand en de drie sloten die hij moest verwijderen uit zijn huis. Omdat hij anders 10.000 euro boete zou krijgen. En nu gaat doen. Heeft gedaan al zelfs. Dat is het best gelezen artikel. Dus dan denk je van, het gaat nergens over. Nee. Dan hebben we het over miljoenen, jeugdzorg en die drie sloten is kennelijk. Maar als voorbeeld OZB-verhoging wordt gelezen. Wat er met OZB-opbrengst gedaan wordt. Dat verdwijnt in niemands land. Zoiets? Ja, dat is, je ziet daar, er zijn geen klinkende cijfers, zou ik het zo zeggen. Nee. Maar zullen we dan nu Bart toch al aan het praten en gaan we gewoon even vragen, wie is Bart nu eigenlijk? En waarom komt hij in hemelsnaam bij een suffertje werken? Zoals, kunnen jullie daar meteen op reageren? Maar het dagblad wordt net suffertje genoemd. Ik dacht dat de andere kant. Ja, ik vind het nieuws wordt van het zuiden werd zo genoemd. Zo lang is dat geschreven. Ik zeg het helemaal niet zo. Ik heb daar geen oordeel over. Ik werk al een jaar of 12 bij het Brabants Dagblad, denk ik. Ik heb hier gestudeerd op journalistiek in Tilburg, maar ik ben opgegroeid in Noord-Werkhout, dus dat is nogal ver weg. Maar ik ben op een 17 hier gaan wonen, net over de gemeentegrens, op Stappenhoorn. In de tijdelijke studentenwoning die toen stonden. Daar komt de fietstunnel, ja. Mijn eerste bijbaantje hier was bij Jacques de Brouwer, het tankstation aan de Hoge Wal. Dus dat was in Goorlen toevallig. Maar mijn werkervaring ligt meer. Ik ben wel begonnen in Tilburg, ook op de Tilburgse redactie. En heb toen 2 jaar gezeten, denk ik. Maar verder ligt mijn werkervaring vooral in de stad Den Bosch. Waar ik vooral over geschreven heb. Dus ik denk dat jullie mijn naam allemaal niet zo heel veel zijn tegengekomen afgelopen jaren. Ja. Maar ik heb 1 jaar of 8 de stadsredactie van Den Bosch gezeten. En daarna, na wat omzwervingen, weer in Tilburg terechtgekomen. Dus nu 1 jaar stadsredactie gedaan. En toen werd gevraagd of ik in ieder geval voor de komende periode Goorlen wil gaan doen. En was dat een wenselijke keuze? Nou ja, ik vind het ook wel. Het is inderdaad wel wat Kim ook zei. Het is wel een uitdaging omdat je toch wel je eigen winkeltje hebt. Je doet het een beetje alleen, zo'n gemeente. Dus je kunt ook wel zelf uitzoeken wat wel en niet interessant is. En waar je eigen interesses liggen. Alhoewel we natuurlijk ook heel veel werken met wat u al aangaf. Met wat lezers interessant vinden. Maar je kunt toch wel ook zelf kiezen wat je wel en niet oppikt. En wat interessant is. Dat vind ik wel een uitdaging. Wat is voor jou het grootste verschil tussen stadsredactie en zo'n regionale redactie? Ja, het is gewoon schaal. Er gebeurt meer in een stad. Het is groter. Maar dat betekent dus ook wel dat je met inderdaad 4-5 man samenwerkt. En dan is niet alles altijd interessant of leuk voor jezelf om te doen. Niet alles in de stad, niet alles wat groter is of maakt het gelijk interessanter. Had je daar ook te maken met de politiek? In Den Bosch, ja. Ik heb er ook wel een tijdje politiek gedaan, ja. Interessant.
Den Bosch is ook een interessante stad, politiek. Ja, nou ja. Minder dan bij Kim? Kan het ook meer zijn? Is dat denkbaar? Het ontvlamt daar niet zo heel veel. Maar in de stad heb je dan weer bijvoorbeeld een PVV zitten en zo. Die daar dus een zetel hadden. Verder, ja. Ik vond de stad Den Bosch best leuk om te doen ook. Maar het is ook een gezapige stad eigenlijk, hoor. Ja? Als je het helemaal als je het vergelijkt met Tilburg, is het allemaal ook wel... De ontwikkelingen zijn traag ook wel. Ja. Ik het suffertje zeggen, jij openluchtmuseum tegen een bos, ik weet het niet hoor. Ja, ik vind Tilburg, er gebeurt meer als meer. We gaan aanpakken en vooruit. Het is niet allemaal positief, maar er gebeurt wel meer. Ja, volgens mij wel. Ja. En als we het even over de politiek hebben, het is al een paar keer over tafel gegaan dat we... Het zijn allemaal veel gezond verstand hebben, maar we krijgen dit nou toegereikt in de politiek. Heb je daar je al in kunnen verdiepen? In de politiek? Nou, in dat gezonde verstand. De nieuwe partij? Ja, of misschien hebben andere partijen ook wel gezond verstand. Dat kan. Nou, ik heb nog niet heel erg verdiept in de politiek. Of tenminste, ik heb nu dat eerste raadsvergadering en persgesprek er zo bijgewoond. En ik ben mij wel uiteraard aan het inlezen links en rechts, maar... Nou, daar moet ik nog werk van maken, zeg maar. Dus ik hoop dat ik geen inhoudelijke overhoring krijg hier. Want nee. Maar je vraagt heel hard af. Nee, ik ga niet alle namen vragen van de raadsleden bijvoorbeeld. Maar ken je er al wel enkele? Ik heb kennis gemaakt de afgelopen tijd met enkele. Okay. Dus telefonisch en ook fysiek. Maar ik ben pas 2-3 weken bezig, dus nog langer. Oh, dan heb je toch al aardig van geproduceerd als het gaat. Als ik in de krant kijk. Doe mijn best. Ja. Maar... een aantal jaren geleden leken regionale kranten op sterven na dood. Wordt er nu extra geïnvesteerd in lokale redacties? Jij wordt op Hilvarenbeek een week gezet, jij wordt op Goorl gezet. Terwijl ik denk 20 jaar geleden dat je ook in je eentje Oosterwijk, Dongen en Alphen en Riel er nog bij moest doen, zo ongeveer. Nee. Nee, ja, dat wordt altijd makkelijk gezegd, hè? Kranten op sterven na dood, toen ik er begon... toen zei ze al van over 10 jaar is er geen krant meer. Nou ja, goed, ik ben nu 22 jaar verder en ik heb nog steeds een krant. Springlevend. En we hebben nog steeds in elke gemeente een verslaggever. Dus het wordt heel makkelijk gezegd hoor, de krant is op sterven na dood. En we hebben een hele lange tijd hebben we dalende abonnees gehad. Maar goed, je ziet die afvlakking, of dat vlakt af, die daling. We zijn zelfs weer aan het stijgen langzaamaan. En digitaal zitten we enorm in de lift. Daar hebben we enorme slagen gemaakt. En ik denk dat juist de regionale krant is het begin van de nieuwsketen eigenlijk. Er wordt heel veel nieuws rondgepompt. Maar wij zijn vaak, staan wij aan de basis als regionale krant. Omdat wij zo in de haarvaten zitten van gemeentes. Ja, kijk, ik volg Goorl, of ik heb Goorl dan lange tijd gevolgd. Ik ken hier veel mensen. Ja, Omroep Brabant die komt hier af en toe een keer invliegen. Alleen als het echt groot is, als Irene Wüst wordt gehuldigd. Weet je wel. Dus ja, de krant op sterven na dood. Ja, ik hoor het mensen zeggen hoor, maar ik heb dat gevoel nooit gehad. Nee, ik bedoel meer de regionale of de lokale poot ook niet. Van de kranten. Nee, want dat is juist onze kracht. Hè. We hebben wel steeds meer gecentraliseerd. En ik denk dat dat ook goed is. Want toen ik begon op de kranten, was bij het Eindhovense Dagblad... En toen maakten wij elke dag nog ons eigen binnen-buitenland katern. Dus ik zat al die bakken af te vlooien. Bakken noemen wij dat dan. Alle berichten inkomen. Er is een torpedojager in de Stille Zuidzee verongelukt, weet ik veel. Ja, dat is niet onze kracht. Dus wij zijn een regionale krant. Daar moeten we onze focus op hebben. En nu wordt het landelijke katern wordt in Rotterdam gemaakt. Ik denk dat dat prima is. En dat bedoel je met die centralisatie? Ja. Dus die taken die vroeger bij jullie lagen als regionale krant, liggen nu echt bij het centrale gedeelte van de krant. Want je ziet dan het AD heel vaak hetzelfde staan als in de Brabantse Dagblad. Dus daar ligt dat meer, begrijp ik. En daar is dan de focus. Wat voor voordelen heeft dat voor jullie? Geeft dat ruimte of betekent dat bezuinigingen? Nou ja, dat heeft de afgelopen jaar ervoor gezorgd dat je, ondanks dat je minder mensen hebt, je dus wel op elke gemeente iemand kunt blijven zetten.
En kijk, het moet altijd. Het is bij ons ook wel eens een worsteling om alle gemeenten goed te blijven volgen. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Maar ik denk dat wij nog steeds. Kim gaf het ook aan. Wij krijgen het nog steeds over elkaar om op elke gemeente wel iemand te hebben. En dat goed bij te houden. En ik denk dat ook wel. Ja, dat is inderdaad ook wel de kracht van je blad. Want anders dan. Als je niet meer voelt wat er in al die dorpen en zo gebeurt. Dan verlies je ook wel een beetje je bestaansrecht. Het is makkelijk om je terug te trekken in de stad, want daar gebeurt het al. En dat is ook wat misschien vaak veel gelezen wordt. Maar juist in een Goorle heb je ook je abonnees zitten. Of wat dus ook steeds meer komt, betalende lezers op hun site. En juist die mensen zijn ook meer bereid om te betalen voor iets als ze een goed nieuws krijgen uit hun dorp. Omdat de beschikbaarheid misschien ook toch nog wat minder is. En even naar jou persoonlijk terug, Bart. Je hebt nu Goorle, maar is dat het enige wat je aan redactioneel werk doet? Of heb je nog andere taken bij de Brabants Dagblad? De komende tijd wordt het sowieso het enige wat mijn redactionele werk is. Ik heb ook onderwijs gedaan in Tilburg. En ik denk dat ik daar op de achtergrond wel wat zal blijven doen misschien. Maar dat zal... Ben je fulltime gericht op Goorle? Sowieso tot na de gemeenteraadsverkiezingen zal ik sowieso fulltime Goorle doen. Ja. Heeft zo'n gemeente ook nog een bepaalde dag die op donderdag of woensdag of weet ik wanneer specifieke artikelen uit Goorle of uit Oosterwijk of uit Hilvarenbeek? Is dat afhankelijk van de actualiteit? Dat is afhankelijk van de actualiteit. Ja, ik denk dat elke gemeente heeft een soort ritme met wanneer bepaalde vergaderingen en collegebesluiten zijn en wanneer ze ermee naar buiten komen. Dus je zal misschien wel meer zien dat... Hier is persgesprek op woensdag altijd. Dus dan zal meer donderdag en vrijdag zal daar wat over te vertellen zijn. Maar het, ja, verder is het wat wanneer het uitkomt. Ja. Je probeert elke dag wel iets uit een bepaalde gemeente te hebben. Dat kun je niet waarmaken, dus ik moet het niet hardop zeggen misschien. Maar, ook een lokale omroep heeft meer dan genoeg nieuws om weer een avondvullend programma te krijgen. Ja, precies. Ja, ja, zeker. Ja. We moeten hier weer een streep onder zetten. Oh, oké. Ja. Ja, jou gaan we vaak zien. Ja, dankjewel. Jou blijven we heus wel zien. Ja, vast heb wel. Ik het idee. Ja. Ja, dus succes alle twee. Ja, dankjewel. Hou contact met jullie ook. Kanaal ervan, ja. Dankjewel. Ondertussen schuift Maria van den Huizenberg aan. En die hebben we vaker in de uitzending gehad. Maar we hebben een korte serie gehad over voeding en gezondheid. En jij komt uit Goorle van oorsprong. Dus dat is fijn. Je bent ook huisarts geweest. Dat is ook fijn vanwege het onderwerp. Je bent hoogleraar. Aan Radboud UMC en heb de mening over ongelijke kansen of het streven naar gelijke kansen, wat ook heel vaak met gezondheid, maar ook met bredere maatschappelijke factoren te maken heeft. Daar heb je volgens mij je hart aan verpand. Dus daar willen we het graag nu ook juist met jou over gaan hebben. Want een hele simpele vraag die we van onze eindredacteur hebben meegenomen is, waar jij iets over kunt zeggen. Hoe komt het toch dat mensen met een laag inkomen sneller doodgaan? Ja, om het maar heel plat geformuleerd te geven. Nou, dat is niet heel plat, dat is gewoon zo. Als je kijkt naar de mensen met het laagste inkomen in Nederland, dan gaan die 6 à 7 jaar eerder dood dan mensen met het uit de hoogste inkomenslaag. Zoveel verschil en ze leven 15 jaar korter in goede gezondheid. Dus op het moment dat... 65, dan zijn dus heel veel mensen met laag inkomen die hebben al 3 chronische ziekten, kunnen eigenlijk al helemaal niet meer goed vooruit. En dat is een schrikbarend verschil wat echt te maken heeft met dat inkomen. Eigenlijk ook heel oneerlijk. Is dat in de loop der tijd ook erger geworden? Ja, want je zou juist denken, onze inkomens zijn vooruit gegaan en het kan allemaal beter. Ja. Dat zou je inderdaad denken, maar het trieste is dat in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Nederland, de inkomensongelijkheid alleen maar weer toegenomen is. He, ik begrijp dat er nu zelfs een mooi televisieprogramma is waarop iemand ook naar die kloof op zoek gaat, omdat de kloof tussen rijk en arm en steeds groter wordt. En de gezondheidsverschillen zijn ook alleen maar toegenomen. In totaal is onze gezondheid wel beter geworden, maar dat is vooral... zijn dat weer de rijke en vaak hoogopgeleide mensen die daarvan profiteren en veel minder mensen met weinig geld. En die obesitas, waar er zoveel over gezegd wordt? Ja, nou dat is een heel duidelijk voorbeeld. Obesitas, dus mensen die echt veel te dik zijn, dat is een ernstige gezondheidsrisico. Mensen die dat hebben veel meer kans op suikerziekte, op hartvaatziekte en gaan dus ook eerder dood. Heel vaak denken mensen, ja, dat is je eigen schuld, moet je niet zo zitten te eten. Maar
Dat is maar heel ten dele zo. Want als je nou kijkt, hoe komt het dat mensen met echt laag inkomen, met daardoor ook vaak financiële zorgen, zo'n slechte gezondheid hebben, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke oorzaken. De eerste, allerbelangrijkste oorzaak is dat die mensen vaak chronisch stress hebben. Dat eigenlijk voortdurend ze zorgen hebben over, heb ik wel genoeg geld voor als de wasmachine kapot gaat? Kan ik mijn kind wel naar een partijtje laten gaan, want dat kost weer geld? Eindjes aan elkaar knopen, genoegen moeten nemen met rotbaantjes, omdat dat het enige is om geld binnen te krijgen, 's avonds nog bij gaan klussen, enzovoort. Chronische stress heeft een direct ongezond effect. Chronische stress maakt bepaalde hormonen in je lichaam vrij, waardoor je suikerstofwisseling verandert, dus je krijgt een grotere kans op suikerziekte. Het maakt stoffen vrij die direct de bloedvatwand aantasten, waardoor je eerder een hoge bloeddruk krijgt en hartinfarcten. En een tweede heel ernstig effect van je chronische stress is dat je, dan heb je dus al een grotere kans op die ziektes, maar je hebt ook tast het je denkvermogen in het voorste deel van je hersenen aan, waardoor je veel minder goed op lange termijn beslissingen kan maken. Dus je bent impulsiever en je denkt op korte termijn, want dat moet soms ook, want je moet nu iets oplossen. He, vaak mensen met schulden bijvoorbeeld maken de enveloppen niet meer open, want die denken weer een rekening wil ik nou niet zien, terwijl natuurlijk dat niet de oplossing is. En als het dan gaat over obesitas, zien we dus dat die hormonen zelf al maken dat je een grotere kans hebt op dik te zijn. En dat bijvoorbeeld ook kinderen van zwangere vrouwen die veel stress hebben, hebben een grotere kans op overgewicht. Dat komt dus door die hormonen. Hmm. En daar komt dan nog bij, daar zou je natuurlijk best, als je heel verstandig leeft, veel sport, gezond eet, iets aan kunnen doen. Maar door die invloed op je denkvermogen, waardoor het veel moeilijker is om die lange termijn beslissingen te nemen, is het ook veel moeilijker om een gezonde leefstijl aan te houden. Hè? Het is, vind ik, dat zullen veel mensen hebben, ik in ieder geval ook, het is heel moeilijk om dat chocolaatje te laten liggen nu, waar je trek in hebt, met het idee, ja, maar als ik dat nu eet, dan straks ben ik te dik en dan over 10 jaar krijg ik daar problemen mee. Mensen in chronische stress, daar is dat nog veel moeilijker voor. Plus, en daar komt dan natuurlijk nog eens iets bij, dat in onze maatschappij suikers en vet eten vaak de makkelijkste, goedkoopste vormen van eten zijn. Je kunt wel goedkoop gezond en met groente eten, maar dat vereist dan weer veel meer creativiteit, discipline. En dat is nou juist zo moeilijk als je dus chronische stress hebt. Ja, is het daarmee in zekere zin onomkeerbaar? Nou, dat niet, want ik denk als je dus die, en dat weten we ook uit allerlei voorbeelden, als je die oorzaken van die chronische stress aan kunt pakken, dan kun je er wel wat aan doen. Maar dat betekent dus ook wel dat het niet een probleem is waar vooral een dokter wat aan kan doen. Hè? Als dokter, mensen komen dus bij mij met allemaal klachten van die chronische stress, hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, hartkloppingen, hoge bloeddruk. En natuurlijk moet je daar je medische stukje aan doen. Maar het is eigenlijk veel belangrijker dat je samen met die mensen kijkt, ja, hoe komt dat nou, die chronische stress? En als, wat dus bij mensen met laag inkomen heel vaak het geval is, hun bestaansonzekerheid, hè, het gebrek aan voldoende inkomen om dat leven te leiden wat wij in Nederland met elkaar vrij normaal vinden, zeg maar, dan is dat natuurlijk een oorzaak. En dan zou het zo belangrijk zijn dat je daar aan gaat werken. En dat is iets wat veel meer op een ander terrein ligt van het sociaal domein van de gemeente dan van de gezondheidszorg. Dus in feite kan de gemeente daar best veel aan doen. Heel veel. De gemeente kan hier zoveel aan doen en gelukkig doet ook steeds meer de gemeente dat. We zien de afgelopen jaren dat gemeentes zijn gaan investeren in bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar dat stukje bestaansonzekerheid, dat mensen een inkomen hebben lager dan de armoedegrens. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering of ZZP'ers. Dan is er gelukkig steeds meer ondersteuning vanuit de gemeente om die schulden op een goede manier op te lossen, om budgetcoaches te geven. Maar daarin kan nog wel veel meer gebeuren. En ik denk, we weten dat mensen die bijvoorbeeld schulden hebben, die doen er 4 jaar over voordat ze hulp gaan vragen. Want je schaamt je ervoor. Ja. Je schaamt je rot dat het dan niet gelukt is. Dus wat is belangrijk? Vroeg signaleren. Hoe kun je dat doen? Door samen te werken met mensen die daar signalen van opvangen. Bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. Die merkt het eerste als er een huurschuld is. Ik weet, er zijn hier in dat is dan in Tilburg overigens, woningbouwvereniging, die als iemand 1 maand huurschuld heeft, dan gaat er al iemand naartoe
om te kijken wat speelt daar. En die heeft contact met het wijkteam. Dus dan kan er een maatschappelijk werker ingevlogen worden als blijkt dat er maatschappelijke problemen zijn. Er kan gekeken worden, wat is er? Dus dat is iets wat de gemeente kan doen. Want de gemeente kan dan vervolgens op maat kijken wat kan je aan die schulden doen. En wat we steeds meer zien, vroeger waren daar hele rigide regelingen voor. Maar gemeentes die een flexibel beleid hebben en soms gewoon schulden wegschelden, dan blijkt uiteindelijk dat dat veel sneller leidt totdat die mensen er weer bovenop zijn en eigenlijk dan ook weer kunnen gaan deelnemen in de maatschappij. Dus weer een baantje of vrijwilligerswerk of iets dergelijks kunnen gaan doen. Dus daar onder andere kan de gemeente heel veel doen. Ja, scholen is ook wel een vindplaats, denk ik. Scholen is een hele belangrijke vindplaats. In scholen kun je heel goed signalen oppikken. Hè? Het kind dat nooit iets lekkers in zijn broodtrommeltje heeft, gaten in de kousen, die nooit naar een partijtje kan gaan, die niet mee op schoolreisje kan, omdat de moeder denkt dat ze dan die ouderbijdrage moet betalen. De scholen, je moet echt helemaal samenwerken. En daar kan in het beleid van een gemeente dus ook echt aandacht voor gevraagd worden. Hoe je die buurtteams en de samenwerking van school, onderwijs, maatschappelijk werk, woningbouwvereniging, hoe je dat samen met de gezondheidszorg vormgeeft. Maar in welke mate gebeurt dat al? Ik heb het niet specifiek over gehoord. Maar heel wisselend. Er zijn gemeentes waar ze geweldig aan de gang zijn en waar ze bijvoorbeeld nu ook ontdekt hebben. Iets anders is bijvoorbeeld de druk die vaak door gemeentes wordt uitgeoefend van mensen met een bijstandsuitkering. Je moet een betaalde baan, Dat geeft heel veel stress. Blijkt nu dat als je dat niet doet, maar je faciliteert die mensen door mee te gaan kijken, wat heb jij nodig om een baan te hebben waar jij met jouw talenten en jouw beperkingen of wat dan ook aan de slag kan, levert meer op. Maar wat hoorde ik gewoon niet bij de intro zeggen? De inburgering, primair gericht op het vinden van een betaalde baan. Ja, nou op zich moet ik zeggen, heel positief dat er een grenzeloos welkom, zag ik ook in het dorp, aandacht is voor de inburgering. Het risico van het nieuwe inburgeringsproces is wel dat er te weinig geld voor beschikbaar wordt gesteld, waardoor bijvoorbeeld de taalles, de kern, de sleutel tot goed als vluchteling mee kunnen draaien, is taal. Dat moet wel goed betaald worden, want dat is nu vaak geprivatiseerd. En dat werkt heel slecht. Maar ik denk dat de gemeente dus, op zich is het niet verkeerd om te streven naar een baan. Of naar in ieder geval zinvol werk. En maak het daar mensen makkelijk in. Heel veel in onze maatschappij, vluchtelingen, hebben op zich kwalificaties, maar die zijn niet erkend. Dus probeer daar te kijken en probeer ze te ondersteunen. Breng ze in contact met lokale dingen. En ben dan ook makkelijk. Geef makkelijk vergunningen. We moeten echt naar flexibiliteit in het aanbod. En ik denk, want vluchtelingen zijn toevallig de groep mensen in Nederland die het meest in de groep mensen met armoede zitten. Dus het is zo belangrijk dat zij meedoen. En als je het dan hebt over overgewicht, we hebben onderzoek gedaan waaruit bleek vluchtelingen die 10 jaar geleden hier zijn gekomen. Als je dan kijkt naar die groep mensen, nu 10 jaar later, dan zien we dat de mensen die geen baan hebben kunnen krijgen, veel meer ernstig obesitas hebben, veel meer suikerziekte, veel meer depressies. Dus een baan, maar dat kan ook vrijwilligerswerk zijn, maar met erkenning van dit is wat ik de hele dag doe en laat ze dan alsjeblieft niet een stomme sollicitatieplicht hebben, wat ik van nabij vluchtelingen die arts zijn, die door hun gemeente, niet Goorlen, andere gemeenten, verplicht worden om te solliciteren op banen als vakkenvuller of andere dingen, terwijl ze verdorie die tijd kunnen gebruiken om een Nederlands diploma weer te halen. Nou, zorg dat je niet dat soort belemmeringen in de weg zet om mensen inderdaad te kunnen laten participeren naar hun vermogen en talent. Je had het ook over schuldenvrij. De mensen die schulden vrijgeven. Maar dat is voor een gemeente best lastig, hè? Want die krijgen van en waarom die wel en waarom die. Dat hoe is kun zo je dat aanpakken? Ja, zijn daar voorbeelden van? Ja, er zijn bijvoorbeeld de gemeente Zaandam, de gemeente Den Haag. Die hebben daar hele mooie projecten nu. En in meerdere gemeentes loopt dat. Als je natuurlijk, ik snap dat de bevolking kan denken, ja zeg, verdorie, ik let hartstikke goed op mijn centen. En die heeft daar schulden opgebouwd en die worden vrijgescholden. Dat voelt niet lekker, dat begrijp ik. Maar als je kunt laten zien hoe je mensen die meestal toch grotendeels buiten hun echte schuld in de schulden zijn gekomen, wat met een klein bedrag je dan vaak kan betekenen. En het is wel zo vaak, noem maar iets. Er is bijvoorbeeld een man, die heeft een autootje nodig voor zijn werk. Maar heeft geen geld.
kan niet de auto, kan dus niet dat werk doen. Nou, als je dan zo iemand een auto geeft, de schulden of de schuldenvrij kwijtgeld, zodat hij zelf dat kan kopen en dan weer kan werken, dan kun je dus wel laten zien, ja jongens, het kost ons als gemeente uiteindelijk minder geld dan al dat geld dat via de bijstand, via de speciale bijstand, via de gemeentepolis, via het WMO, maatschappelijk werk, naar zo iemand toe moet, omdat hij verschrikkelijk veel problemen krijgt. Ja, een auto hebben en kwijtschelding van lokale belasting is wel een probleem. Ja, dat is zo, maar dat is dus een kwestie dat dus je moet ook creatief en flexibel zijn. We zitten in Nederland veel te veel aan regeltjes. Ja, en ik hoor dan weer dat er nu een Europees aanbestedingsbeleid komt voor de thuishulp. Dat geld zou je misschien ook anders kunnen inzetten. Daar zou dat je is voor de huishoudelijke hulp. Ja, voor de huishoudelijke hulp, maar dat, ja, de huishoudelijke hulp, maar... Ja. Nou, dus dat gaat... Ik hoorde ook al meer mensen zeggen, zo'n gemeente is vaak, en alle gemeenten hebben dat en zijn daar natuurlijk ook weer door gebonden door het Rijk, maar als je kijkt wat er mogelijk is binnen de wet, dan kun je heel veel. En dan kun je dus, je kunt schulden kwijtschelden, je kunt zeggen, hier heb jij gewoon geld en dat mag jij gebruiken voor wat jij nodig vindt. Dat kan allemaal. Er is geen enkele wet die dat verbiedt. En je moet het goed uitleggen aan je burgers en laten zien dat uiteindelijk je daar als gemeente mee opschiet. Burgers tevreden. Maar de gemeente wil dat ook altijd graag controleren dan. Hè? Ja, dat is weer een probleem. Ja, dat is een groot probleem. We moeten echt toe naar een besturen vanuit vertrouwen in plaats van uit wantrouwen. Zolang je alles blijft insteken op controleren, fraude tegengaan, dan gaat het nooit lukken, inderdaad. En maar je weet, dat weten we natuurlijk allemaal. Overal zijn mensen die misbruik maken. Dat zijn vaak de meest slimme mensen, dus daar kom je helemaal niet achter. Er worden tonnen geld besteed in alle controles, in de fraudeopsporing, in al die afrekeningen, bonnetjes, controleren, noem maar op. Als je daar nou eens van afstapt, en daar zijn echt mooie voorbeelden van, en je gaat vanuit vertrouwen werken, en jij gaat samen met mensen, en natuurlijk, je moet niet onnozel zijn, je moet niet... Dat is natuurlijk altijd enige vorm van controle mogelijk, maar je gaat veel meer verantwoordelijkheid durven leggen bij die burger die in dit geval in de problemen zit. En je gaat samen met zo iemand kijken, nou, wat zou jou nou helpen? En wat heb je dan van ons nodig? En wat ga je dan doen als je dat geld hebt? Mensen die vertrouwen krijgen, die groeien, die kunnen meer en doen meer. En die gaan minder zeggen, los het maar voor me op en geef mij maar geld en ik weet het niet. En dus dat is een proces wat, denk ik, echt in de hele maatschappij waar we echt naartoe moeten. Ja, Harry, het is ook een heel omdenken wat je dan... Het is omdenken, maar met uiteindelijk een veel beter resultaat voor iedereen, denk ik. Dankjewel, Maria. Mijn medepresentator die geeft me al een seintje van, we zijn bijna aan onze eindtijd toe. Dus... gaan we het nu afsluiten nadat we jou heel hartelijk bedankt hebben voor deze inspirerende woorden. Dank je wel. Ik hoop ook dat ze bij de juiste personen... Dat hoop ik ook. ...de inspiratie brengen. En dat het in de verkiezingen doorklinkt. Dan zeg ik tot onze kijkers en luisteraars. U keek of luisterde de afgelopen 5 kwartier naar Goolse Kringen. Het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gerard de Groot en mij, Harry van de Ven. Gasten vandaag waren VVD-lijsttrekker Ad van Beurde, de gaande en komende verslaggevers van het Brabants Dagblad voor Goorle, Kim Spanjers en Bart Gotink, en hoogleraar Maria van den Muizenberg, die met haar bijdrage onze miniserie over de relatie tussen voeding, gezondheid en welzijn afsloot. Connie Sperman leidde ons weer rond door de Goorlese politiek. Ludwig Tannenbaum verzorgde de techniek en Wil van der Kruis tekende voor de eindredactie. Volgende week ontvangen Connie Sperman en Gerard de Groot wederom de lijsttrekkers van het PAG, geheten de pas maar op. Progressief. Nee, juist niet. Proactief Goorle, neem me niet kwalijk, beste paggers. Bert van der Velden en van Gezond Verstand Goorle en Riel Corné de Rooij. En we willen natuurlijk meer weten over het vertrek van de directeur van het Jan van Bezouw. En daarvoor is Sanna Weustink onze gast. Tot volgende week bij Goolse Kringen. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.